Die... Goeiedag! Ik ben met Thomas Bergen, a.k.a. Giel. Lekker, maar. Wauw. En ik ben met Calvin, a.k.a. Calvin. Kijk eens even. Kijk die lekkere witte klettertjes, hè. Ik ben hier met mijn maat, waarmee ik toch een aantal dagen op het eiland heb gezeten. Ik kreeg reacties dat ik misschien iets te veel weggaf van hoe lang ik er gezeten heb. Echt? Dus ik moet nog meer opletten met wat ik zeg. RTL had gemaild, die zei, wil Calvin wel even wat minder vaak hinten. Ik heb hetzelfde mailtje gehad. Ja, dat iedereen heeft het gekregen. Maar heeft het dan te maken met huidskleur? Dit is Giel. Oh, ja dag. Dit is Giel. Thomas, Stefan. Ik heb met Giel op Expeditie Robinson gezeten. Giel, hoe was het daar? Ik vond het top. Ja, was het leuk? Gek. Ja, super. Thomas Berg kun je onder andere kennen van Expeditie Robinson, maar ook van muziek. Ja. En in het donker. In het donker. Ja, zeker. Laten we even een stukje luisteren. Je weet dat ik naast je sta. Lieve ster, als je mij verlaat. God, wat een lekker ding, hè. Waar was dat? Ik was in Noord-Ierland. Ik denk van, nou, als je een clip ergens moet schieten wat epic is, dan is het toch wel echt Noord-Ierland. Of Delfzijl. Nee, ook cool. Welkom. We gaan vandaag aflevering 3 kijken van Expeditie Robinson. En dat wordt een feest. Thomas en ik zaten dus allebei op Kamp Noord. En ik vond het eigenlijk, als je nu dus kijkt naar Kamp Zuid en het Duivelseiland, hadden wij echt het mooiste eiland. Ja, ik vond Duivelseiland ook wel mooi. Duivelseiland had een meertje, dat vond ik wel lekker. Ja, want zij konden waarschijnlijk ook veel beter vissen. Ja, maar je hebt Rob Geus die doet een banaan aan een hengel. Wat gaan we met het eten doen? Nou, wat stel je voor? Krokodillen. Nou ja, misschien moeten we een beetje iets met meel gaan maken of zo. Ja, maar het probleem met meel is dat je gaat frituren en dan is het vet en dat moet je echt niet doen. Dan krijg je het echt zwaar. Haar gezicht, even serieus, haar gezicht. Oh. Kim er even bij. Ja, nee, Sherry, leuk idee, maar gaan we niet doen, want het is helemaal geen goed idee. Sherry ook zo. Yo, ik heb het ook niet in de gaten gehad, maar in het begin was het echt. Toen was het al. En wij hadden allemaal iets van kumbaya, we gaan een vuurtje bouwen, ja. We gaan eromheen dansen in onze, weet ik veel, Free Willy. Juist. Zij had gelijk al gewoon van, dit was wel aardig aan. Ja, hè? Is beef. En dan heb je weer zo'n crash. Wat heb je dan? Ja, maar dat is echt helemaal niks, hè? Ik dacht, ik hou wijs mijn mond. Ja, ik dacht echt, jongens, ik kan me hier nou wel in gaan mengen, maar dat heeft toch geen zin. Oké, de meeste stemmen gelden. Wie wilt er ananas en wie wilt er een beetje kracht voor? Wie wilt de kracht voor, steek je hand omhoog. Nee, niemand. Niemand wilde. Ik kan me dit niet eens herinneren. Ah, het is best wel droevig als je het zo bekijkt. Ja. Wie wil de kracht voor? Niemand. Niemand. Mariana. Ja. Drama muziek. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen als iemand me vertelt wat ik moet doen. Ik vind me echt een lastig persoon om mee om te gaan. Maar ik klap gewoon helemaal dicht en ik weet het gewoon eventjes niet zo goed. Ik denk dat dit ook gewoon, dit was zeg maar dag 4 of 5, dan kikt hij helemaal in. Ja, ik denk dat dit meer tranen vanuit, what the fuck ben ik eigenlijk aan begonnen. In plaats van, ik kan niet tegen Kim. De intro! Heb je al gezien hoe ik in de zee erbij lig? Ja, maar wat denk jij? Kijk dit nou! No. Ik snap er helemaal niks van. Ik kan me precies herinneren wanneer dit was. Maar ik kan me niet herinneren dat ik daar toen een boner had. Nog even, Jack, wat's going on? Hey, man? Jack, jongen, wat ben je aan het doen, man? Jack, jongen. Jack, jongen. Jack, jongen. Jack, jongen. Wat ik lastig vind aan Duivels Eiland, dat moet dus dan, zeg maar, gaarste, het verschrikkelijkste. Maar één daarvan zit al in de samensmelting. Ik snap het niet. Nee, want het moet verschrikkelijk zijn. Ja, maar wel één daarvan heeft al, Anita is gewoon echt naar huis. Je had beter op Duivels Eiland kunnen zitten, want dan bleef je gewoon sowieso een paar dagen. Zeker, want dan had ze, denk ik, misschien wel van Bedien ook gewonnen. Ja. We hebben allemaal een beetje hetzelfde idee. We staan vroeg op. We maken een planning en we gaan het uitvoeren. Planning. Ja. Ja, hoe ga je dat doen dan? Wat voor planning? Ja, om 10 uur, om 12 uur, je hebt geen horloge, Rijk. Rijk, je hebt niks. Ik wou eigenlijk ook op Duivels Eiland zitten. Ja. Had je dat hele gezeik niet? Want ik sprak Rijk gisteren toen we dit keken. En toen zei hij ook, ja, weet je wat het is? Wij hadden geen reden om elkaar niet te mogen. Nee. Want we hoefden niemand eruit te stemmen. Nee. Oh, wat zeg je? Nou, noem je mij nou lelijk? Kijk dit. Dit is een goud. Vissen met bananen. We hebben gewoon een banaan aan de hengel gehangen. Ja, ik vond deze vibe wel raar die hierin. Wat gebeurt hier? Hoor wat hij zo hoort. Nee, niks. Vermoeidheid. 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 Rob, man. Applaus voor Rob. Het zou een nachtmerrie zijn als die totem niet terugkomt. Die twee X'en. Dat is gewoon immuniteit voor een nacht.
Hey, heel even, hè. Ja. Dames en heren, jullie zien deze proef. Dan denk je, nou, ziet er mooi uit midden in een bos. Hoe denk je dat wij daar komen? We worden niet uit een helikopter gedropt. Wij lopen een uur door 45 graden van het strand naar deze kutplek. Daar staat een kijker niet bij stil. Nee. Oeh, dit wordt een heftige proef. Ja, in, nou, 45 graden, midden in een vel. Geen zuchtje. Fien, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk, Fien. Kijk ons even staan! Het is toch bizar dat we hier aan mee hebben gedaan. Wat ik wel mooi vind om te zeggen, als kijker krijg je het mee dat wij als op het eiland een beetje verdeeldheid. Hmm. Maar op het moment dat we op die boot zaten na die proef, het was wel echt... we wouden zo graag elke keer die proef winnen. Ja. Je ziet daar een loodzware kist. Uitleg slaan we even over, want daar snap je toch geen reet van. Nee. Lang van kort, we moeten een kist verplaatsen en die zit aan een touw en dat moet ik loshalen. Hij was de baas van de proef. Als er iets naar mij wordt gepusht, dan doe ik het. Het is maar een labyrint. Ik kan best wel dingen zien. Ik ga dat nelen. Ja, we hebben makkelijk praten natuurlijk. Ja, echt. Kelvin, dat is Kelvin. Jecht kunnen. Ja, weet je wat ze... Kijk maar luister, hier is mijn kop echt zo... Ja, serieus? Ja. Okay. Van binnen was ik echt zo... Oh, ik wil klimmen! Ik wil klimmen! Go! Daar gaan we! Mocht je als kijker nou denken, ik snap helemaal niks van dit labyrint, ik neem het je niet kwalijk. Niemand snapt er wat van. Jij stond ernaar. Nee, het was echt super heftig. Maar net dit ook, als je nu kijkt naar dit shot, dan denk je van, oké, hoe dan? Weet je, je ziet er nu al iets van 30 touwen in dat scherm. Hoppakee, kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Ik heb hier in de tussentijd nog iets van 3 keer gedronken. Het was zo heet, ja, ik had fles hier op de grond gelegd. Ja, het ging zo hard, ja, je zag zoveel touw, je snapt het. Ik had gewoon 1 fles op de grond in het midden en ik kwam daar een paar keer langs. Dus ik snel even zo op en weg. Kijk, de eerste hang. Ja, daar gaan we. Yes. De kop is eraf. Bij de tweede hindernis moet er zand weg. Dat vind ik zo mooi hoe Tim hier onderdoor gaat. Tim jankt er doorheen. Ja, man. Kijk net hier. Head first. Wop. Hoppakee. Kijk, nu komt het belangrijke moment. Dionne is eindelijk boven, maar ze ziet de lust niet die ze moet losmaken. Als ik dit had, ik zag het helemaal niet bij haar, maar als ik dit was opgevallen, had ik er dan wat van gezegd? Had je er wat van gezegd? Nee, natuurlijk niet, want het is je tegenstander. Het is echt letterlijk in front of her face, weet je wel. Ja, maar ze was alleen maar bezig met het andere touw. Maar hoe heb jij dat dan gezien dat het wel eraf moet? Gewoon blijven opletten. Weet je wat ik niet snap? Nou. Dat ze niet Yvette in dit labyrint hebben gezet. Daar snap ik echt geen ene moer van. Yvette had mij eruit geklommen, dat weet ik bijna zeker. Echt 100%. Want je hoeft helemaal niet klein en slangere mensen hiervoor te zijn. Je moest gewoon een beetje kracht hebben en door kunnen pakken. Doordouwen gewoon. Ik voelde wel de druk van tevoren, dat ik dacht, als ik dit nou niet begrijp en dat je vastloopt en dan is het hele team is van jou afhankelijk. Precies het tempo wat wij graven en slepen met de kist, doet Calvin met de haken. Wij kunnen gewoon stap voor stap doorgaan. Was die kist zwaar? Ja, die kist was lood zwaar. Als je nu gewoon nu zegt van, hey Giel, luister, er staat daar die kist, kan je me even helpen? Dan zeg ik, nee, we gaan een bezorgbedrijf opbellen. Ja, dat is wel waar. Je doet daar dingen die je nooit. Hoe hebben we dat gedaan? Het zorgdienst, een verhuisbedrijf. Ja. Dit is toch een partijtje kut. Nee, maar ze kan echt niet meer. En ze heeft die hele lus gemist, dus wat moet ze dan? Ja, ze moet weer terug of zo. Al die knopen doen! Dat is wel... Nee, ik vind het echt zielig. Dit is ook echt niet relaxed. Nee. Ik zou ook gewoon nerveus zijn om deze aflevering dan weer terug te zien. Zeg. Ja. Als je weet dat er een proef is waar je helemaal neergaat, is niet leuk. Nee. Ga gewoon door, Rustig blijven. Ja, jij kent dit gevoel bij haar. Ja, het is ook gewoon heel zwaar. Want op het moment dat er gepresteerd moet worden, wordt het ineens wel een groep. Nee, maar dat is dus niet waar. Ik vind het dus gewoon niet waar. Wat? Ik ben het absoluut niet met Sherry en één. Ik voelde het dus wel gewoon heel erg als een hechte groep. Het werd meer tijdens die proeven. Maar ik vond dat het gewoon echt super goed ging in die groep. Kijk, joh. Ga ik lekker toekijken, joh. Hoppakee. Yes! Nog een! We hebben gewonnen! Kamp Noord, jullie hebben gewonnen. En het lijkt me duidelijk wie de totem komt halen. Ja, jij was de baas, man. Hey. De eindbaas. Wat is dit ook voor een loopje wat ik heb? Wat is dit? Ik keek nu terug en dacht, wat doe ik? Allemaal lopen. Laten we even een steen zoeken voor flatbread. Ja, Thomas, goed idee. Ik ga flatbread maken. Sorry. Ja, oké, ho. Eerste stuk. Ik heb wel gelijk een reactie. Ja, zeg het maar. Thomas, kun jij me even helpen? Dat was dus niet wat er gezegd is. Wat mag ik dan gezegd? Kom even hier helpen met die steen. Gaat mij gewoon om hoe je met elkaar omgaat, weet je. Wij gingen lekker met elkaar om. Nou, dat is totaal niet te zien in het volgende fragment. Maar we hebben daar genoeg steen, toch? Ja, maar dat is allemaal niet vlak.
Zullen we het even laten en onze energie een beetje besparen? Serieus? Natuurlijk. Ja, serieus, jongens? Gaan we zo fucking vervelend doen? Ja, dat gaan we doen. We gaan echt heel vervelend doen. Ik had al wel een steentje tillen, pik. Het gaat me niet om die steen. Die steen was gewoon... Tillen. I don't care, maar het ging me gewoon echt om van... joh, hoe vraag je het? De manier waarop je iets vraagt, weet je wel. We moeten met z'n allen hier nog heel erg lang zitten. Als we, weet je, doe even lekker relaxed. Maar alles wat ik wil doen, dat komt gelijk... Een nul op request, het is zo bizar. Dat viel wel mee, Mariana. Ja, een flatbread maken en je hebt het ook gewoon gedaan en het was heerlijk. Het was top. Doe dat nou niet. Ik vind het echt zo onverstandig. Wat onverstandig? Een steenpak. Hoezo is dat nou weer onverstandig? Toen dacht ik van ja, weet je, ik ga ze ook niet laten tillen. Nee, ja, en toch wel. En toch wel. Sta je ernaast met je hand en met je lul in je hand. Wordt gemaakt. Op een bijzondere wijze maken. Met een hele, wat een magical bread. Oké. Wat gewoon een Valhalla in je mond. Ja. Oké, okay, en ga je daarvan hallucineren? Of, ik hoop het wel. Wat vond je van deze proef? Nou, ik vond hem wel grappig, maar ik vond vooral de blikken van Eva heel erg grappig. Ja. Op een perfecte positie, dus... Ik kijk naar mijn tegenstanders. Links Perdien, 1 bal erin. Rechts Eve, 0 ballen erin. En die blik van Eve, echt waar. Het is gewoon focus, pure focus. Yes! Lekker geus! Lekker geusie! Netjes! Toppetje! En dan! Jaap gaat naar huis! Ja. Op wie had jij gestemd? Op dat moment... Ja, misschien... Ik had Jaap weer gestemd. Ik denk toch ook wel voor Jaap. Ja, man. Ik denk het ook wel. Kijk, je kan wel zeggen, want ik voel me weer helemaal te gek en super, maar... Kijk, het is oud, man. Dat is toch gewoon zo? Sfeer is super belangrijk. Ja, het was wel leuk. Leuk en vet. Hij was wel echt super relaxed. Hij zweet alleen veel op vele plekken. Behalve zijn borst. X-Fiets Robinson seizoen 2019, seizoen 20. Dit was ik samen met Giel, a.k.a. Thomas Bergen. Lachen. Love. Love. En happiness. Later, Jack. Geniet van je koek.